was een ziek meisje, gekluisterd aan het bed. Haar voetjes die konden niet lopen. Zij vroeg aan haar moeke, of zij niet voor haar een sprekende pop wilde kopen. Zo een die je opwindt en dan lopen kan, met blonde en krullende haren. En Moeke beloofde, toen snikkend aan haar, dat zij voor die pop zou gaan sparen. Moeke, o Moeke, wat ben je toch lief. Ik zal voor je bidden, mijn harte lief. Maar Moeke was zo arm, toch deed wat ze kon. En het duurde heel lang om te sparen. Zij bad alle dagen, vroeg ons lieve Heer, om haar zwakke kind te bewaren. Totdat ze die prachtige pop had gekocht, en die aan haar meisje kon geven. Die echt zou gaan lopen, wat haar lieve kind nog nimmer had mogen beleven. Moeke, o Moeke, wat ben je toch lief. Ik zal voor je bidden, mijn harte lief. Toen eindelijk de pop kwam, was het kindje zo zwak, dat zij haast geen woord meer kon zeggen. Maar dankbare traantjes, die rolden omlaag, toen moe die pop naast haar ging liggen. Men liet de pop spreken en lopen voor haar, terwijl ze het nog zag en nog hoorde. En voordat ze heen ging, hoorde Moeke alleen haar laatste gestamelde woorden. Moeke, o Moeke, wat ben je?